Als dochter van de bakker kom ik uit een ondernemend gezin. Ik heb van jongs af aan geleerd hoe belangrijk het is om hard te werken voor een fijne toekomst. Maar hoe ouder ik werd, hoe meer ik zie dat hard werken alleen voor heel veel mensen niet voldoende is. Ik zie dat er, ook in IJsselstein, een groep is die steeds opnieuw verliest. De groep zonder koopwoning, zonder spaargeld, zonder netwerk. Ouders die net zo hard werken als mijn ouders, maar wiens kinderen moeten kiezen tussen een nieuwe winterjas of mee op schoolreisje. Starters die weerloos zijn op de woningmarkt, omdat er van een jubelton geen sprake is. Ook deze doelgroep wil niks liever dan een mooie toekomst opbouwen, voor zichzelf en voor hun kinderen. Maar je hoort ze niet. Het gaat om betaalbare woningen, om goed onderwijs en om een bereikbare gemeente. Daarom ga ik de politiek in. Omdat ik wil dat IJsselstein een stad is voor iedereen. Waar we allemaal mee kunnen doen. En waar we met hard werken allemaal een mooie toekomst kunnen opbouwen. Het is tijd voor lef en een frisse wind. Stem Marlieke van Schalkwijk, Partij van de Arbeid.